Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of natuurlijk later via podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook via de pagina van Motley. Tekenaar Arno Kramer is de gast en daarom hebben we als tweede kunstenaar ook een getalenteerde tekenaar gevraagd, Romy Muijers. Ze zat hier eerder al en ze tekent en luistert gelukkig weer mee met het gesprek en gebruikt dat dus als basis voor haar tekeningen live te zien als je nu meekijkt via Facebook. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op Voor de Kunst staat. Maar Jan van der Heijden vroeg zich af hoe de wereld eruit gaat zien als de mens niet langer bestaat. Wat gebeurt er met de resten van onze cultuur en hoe gaan dieren zich ontwikkelen zonder dat wij er zijn? Daar heeft ze onder andere animaties van gemaakt en een hele goede poster, waardoor die toekomst voor ons tot leven zou kunnen komen. Daarover dus straks meer, maar eerst praat ik met Arno Kramer. Hij is tekenaar in hart en nieren. Zijn tekeningen zijn vaak opgebouwd uit een combinatie van houtskool, potloodtekeningen en aquarel. Dierlijke figuren zoals een haas of een wolf worden samengebracht met abstractere rasters, strepen of grof zwart gemaakte vlakken. En zo ontstaat er werk dat zowel kwetsbaar als ruw kan zijn en altijd een spannende levendigheid houdt. Naast het tekenen zelf is Arno ook curator van grote tekententoonstellingen en richtte hij het Drawing Center in Diepenheim op. Een tentoonstellingsruimte uitsluitend bedoeld voor tekenkunst. Welkom Arno. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Kun jij je nog herinneren wat jouw allereerste tekening was? Nee, dat was een schilderij. Ja, dit begint goed. Dus het begint al lekker. Ja, nee, het eerste werk wat ik maakte was een schilderij. Ja. Als jochie van, denk 13, 14. Ik vond het geweldig. Klein doekje. Wat moet je dan in hemelsnaam schilderen? Dus ik tekende het wel eerst op doek. Ja. Ik heb het nog steeds. Het is helemaal beschadigd nu. Maar wat het was een straatje. Ja. En manoeuvreerde daar een soort perspectief in. Maar als je het nu terug ziet, dan valt het in de categorie naïeve kunsten, volgens mij. Mooi. Maar tekenen was altijd wel iets wat op reis in de vakanties plaatsvond. En met ouders, dan zat ik vaak toch ergens aan een watertje of in het landschap een aquarelletje te maken. Ah, wat goed. Dus dat begon eigenlijk al heel vroeg. Dat zat er heel jong al in, inderdaad. Ja, ja. Want die cliché-uitspraak van Picasso natuurlijk. Toen ik jong was, kon ik tekenen als Raphaël. Maar ik heb er mijn hele leven over gedaan om weer als kind te kunnen tekenen. Ja, onderschrijf jij dat? Is die naïviteit belangrijk? Nou, los van dat ik dat talent van Picasso natuurlijk niet heb. Nee. Ik heb altijd gedacht, ik heb helemaal niet zoveel talent. Maar ik heb wel de guts om hard te werken en heb altijd gedacht ook dat het daarom wel goed gekomen is met wat je dan toch onderhand wel, als je zo oud bent als ik, een carrière kunt noemen. Ja, precies. Hoe oud ben je ondertussen? 73. 73. Aan de dame zou ik het niet vragen, maar ja, volgens mij kan moet dit kunnen, nu wel. Hè? Ja. En hoeveel is dan talent en hoeveel is doorzettingsvermogen voor de jonge kunstenaars die luisteren? Ja, dat is het mooie. Want ik heb jaren op de academie in Enschede, Aki, lessen gegeven. En daar zie je dan soms hele talentvolle jongeren binnenkomen. Maar die bakken er dan geen donder van naarmate het eindexamen nadert. Terwijl er ook mensen zijn die minder talent hebben, maar die weten dat ze keihard moeten werken. Ja. En dan komt er soms een briljant eindexamen uit. Dus het is van tevoren absoluut naar mijn idee niet te bepalen. Van talent is goed, ja. Je moet het ook op de goede manier aanspreken, denk ik. En kun je aangeven wat voor verhouding je talent en hard werken, hoe je die in verhouding naast elkaar kan zetten? 50-50 misschien wel, in mijn geval zou ik denken. Ja. Maar die uitspraak van Picasso, snap je dat? Is de naïviteit iets waar je naar zou kunnen streven in de tekenkunst? Een van de eerste dingen die ook ik in het eerste jaar op de academie deed, was om inderdaad een stap terug te maken naar een soort kindheid. Hè? Dat je spontaan dingen moet kunnen tekenen die in je opkomen. En er niet een soort ballast moet zijn van iets moet mooi zijn of moet kloppen. Allemaal onzin, dat komt allemaal later wel. Maar eerst maar weer eens terug naar wat eigenlijk tekenen in dit geval, dan daar gaat het nu over, is. Dus dat betekent lijnen op papier zetten en experimenteren. En als je ontdekt uiteindelijk dat wat je wilt tekenen, want dat komt op het moment natuurlijk dat je iets in je kop krijgt wat je wilt tekenen.
En het lukt je niet om dat te tekenen, dan moet je aan het studeren. Dus, dan heb je techniek nodig, ja. Ja, dan betekent het techniek ontdekken, maar ook model tekenen is een keer. Dat kan ook nooit kwaad, hè? Ja. Maar wat is er dan zo waardevol aan die naïviteit? Want je zou ook kunnen denken, het is fijn dat je verder komt in een ambacht. Ja, dat is het begrip oorspronkelijkheid. Ik denk dat heel veel mensen iets in zich hebben wat je naïef, poëtisch, primitief zelfs, maar vooral oorspronkelijk kunt noemen. Als er iets ontstaat, want waarom kan je na 20 jaar lesgeven nog steeds verbaasd zijn, wat in mijn geval gebeurde bij een eerstejaarsstudent, van jeetje, dit heb ik nog nooit gezien. Wat is dat dan? Hè? Ja, dat is toch iets wat je vergelijkt met alles wat je in je kennis hebt opgedaan zo. Maar dat er dan toch zich iets in onderscheidt wat afwijkt, wat anders is. En dat noemde ik dan altijd maar oorspronkelijkheid. En dat is eigenlijk ook waar je überhaupt in het kunstonderwijs naar op zoek bent. Van jij imiteer maar raak. Maar er komt een moment dat een andere weg moet komen. En dan moet je zoeken naar wat typisch van jou is. En nou ja, dat is een lange weg soms. In mijn geval een hele lange weg, denk ik. Het is een periode geweest dat ik, dat was ook in de mode, in de kunst, eigenlijk alles deed wat moest. Zelfs tot performances toe. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Aan natuurlijk. Verschillende media bedoel je, die heb je allemaal geprobeerd. Ja. Schilderen, tekenen, etsen, maar dus installaties bouwen, beeldhouwwerken. En met een vriend samen een paar jaar lang een duo vormen dat performances deed. Ja. Maar uiteindelijk dacht ik van, ja, wat is nou de kern? Waar ben ik nou mee bezig? Tot ik dacht van, nou, die kern die is er helemaal niet. Die moet ik nog zoeken. En bedacht, ik woon niet verkeerd in een dorp waar ik een grote tuin heb. Al mijn schilderijen in de tuin in de fik gestoken. En dat voelde echt als een bevrijding. En toen dacht ik van, nou, misschien ben ik toch niet het slechtste in werk op papier. Dus toen heb ik een jaar lang in mijn atelier alleen maar zitten tekenen, ook verder niks ondernomen om het te laten zien. En daar was ik wel tevreden over na een tijdje. En nou ja, anderen ook gelukkig, want toen kwamen er ook wel tentoonstellingen. Ja. En sindsdien heb ik het niet meer losgelaten, zoals je weet. En waar zit dan jouw oorspronkelijk? Je zei dat was best een lange zoektocht. Kun je dat omschrijven, wat jouw oorspronkelijkheid is? Dat is hartstikke moeilijk natuurlijk, want dat is iets wat vooral anderen kunnen zeggen, hè, over je werk. Als ze zeggen van nou, die kramer die heeft iets in zijn vingers, of dat nou een haas is of een torso of een communiejurk wat ik ooit tekende. Mm-hmm. En die doet daar iets mee wat ik niet ken, wat ik zelf dan hoopte dat men ook zou zien. Yeah. Ja, dat is misschien heel vaag de omschrijving van dat oorspronkelijk. Het is steeds een zoektocht naar iets wat ik niet ken. Oké. Okay. En dat weergeven op een manier zoals die nog niet eerder gezien is. Precies, dus dat betekent deels ook het toeval zoeken. Hè? Er is een bekend begrip serendipiteit. Hè? Je hebt soms een idee van A naar B, maar in het tussentraject ontspoor je. Yeah. En daar blijkt veel meer in te zitten. In de zin van iets artistieks of iets oorspronkelijks. Dus dat is iets wat je niet kunt leren, denk ik ook. Maar waar je wel waakzaam op moet zijn. Dus dat probeer ik eigenlijk altijd wel te vinden als ik werk. En waar gaat het dan in jouw tekeningen om, behalve dus die oorspronkelijkheid? Kun je dat, is dat nog verder aan te vullen? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Maar nou, het antwoord is moeilijk. Ik kwam er vloeiend uit. Dat was geen moeilijke vraag. Ja, je hebt gelijk. Nee, ik denk dat het toch, in mijn geval, ook deels, dat heel lang mocht dat niet, maar over schoonheid gaat. Dat ik iets wil maken. Je noemde in je introductie al dat het ook moet botsen in mijn werk. Mm-hmm. Maar het merkwaardig is, en dat zie je in de kunstwereld überhaupt wel vaker, dat dingen die chaotisch kunnen zijn of die een enorme mes kunnen wezen, maar die dan toch iets tillen op een niveau van schoonheid of zo. En dat is eigenlijk wat ik ook zoek in alles wat ik maak. Ik heb ook nooit een plan. Ik heb een vaag idee van er zou een structuur of een haas of een huisje of zo in de tekening kunnen voorkomen. Maar dat is peanuts. Dat is eigenlijk alleen maar een soort aanknopingspunt om iets op gang te brengen. Oké, en hoe begin je dan? Dus je denkt, nou, misschien komt hier een haas op dat vel. Dat is een heel, dat is alvast lijkt me een eerste lekkere stap om dat witte lege vel even aan te pakken. En dan? Heel lang was het zo dat ik wel begon met het figuratieve element.
Heel lang wilde ik ook dat dat figuratieve element klopte. In de zin van anatomisch of wat ook maar. Maar naarmate je bijvoorbeeld een hoofd of een haas of een lichaam in het algemeen meer hanteert, meer gebruikt in je werk, werd het steeds minder belangrijk dat het ook anatomisch klopte. Sterker nog, ik week daar soms onbewust of soms bewust van af en ontdekte eigenlijk dan dat daar de oorspronkelijkheid in zat. Omdat alleen jij hem zo zou kunnen tekenen. Exact, precies, ja. En dan is het een soort aha van, oh wacht even, nu heb ik iets bereikt waarvan ik niet wist dat het er was, maar het is er nu. Mm-hmm. En dat is dan voor mij. En hoe voorkom je dan dat jouw beeldmerk wordt en dat je het voortaan altijd op die manier gaat doen? Dat is natuurlijk ook een risico. Nou, en dat is ook hartstikke lastig. Ja, ja. Dat is een periode geweest dat ik dus heel veel communiejurken tekende. En dat deide zo letterlijk uit dat die communiejurkjes gigantische trouwjurken werden. Letterlijk ook. Dus met werken van 2 bij 3 meter soms. Ja, oké. Tot ik iemand hoorde zeggen van, heb je hem weer met zijn jurken? En toen dacht ik van ja, dat heb ik zelf ook natuurlijk. Als ik naar werk van kunstenaars kijk en ik denk van ja, dat thema dat hebben we nu wel afgetrapt gezien. En ja. Zoek eens iets nieuws. Dus dat betekent een pas op de plaats. Zoeken naar nieuwe onderwerpen is meestal niet de goede weg. Dat moet zich op de een of andere manier toevallig aandienen. Okay. Doordat je iets ziet. Doordat je een foto ergens in een tijdschrift ziet. Een van de frappantste voorbeelden is dan wel die communiejurk. Als ik te veel over Ierland praat, moet je het zeggen. Want daar kom ik eigenlijk met al mijn verhalen altijd uit. Oké, de naam was nog niet gevallen, nee, maar bij deze? Heel cruciaal is. Hmm? In 1995 werd ik uitgenodigd als artist in residence in Zuidwest-Ierland. Ik was nog nooit in dat land geweest, maar ik ben er sindsdien elk jaar geweest, omdat het mij totaal frappeerde. En ik zo een maand lang in de studio ergens, nou pak een beetje 80 meter boven de Atlantische Oceaan, met 100 tekeningen thuis kwam. Wat echt een explosie was van ideeën. Boven de Atlantische Oceaan, hoe bedoel je? Nou ja, ik zat op een heuvel die zo uitkeek op de Atlantische Oceaan. En heb daar zo goed kunnen werken dat alles wat maar op papier kwam leek goed. Later, toen ik thuis die stapel doornam, was dat natuurlijk niet zo. Maar er bleef wel heel veel over wat ik goed vond. Omdat ik de leegte misschien wel ontdekte. Hmm. En het ging heel erg over thema's die zich opdringen of beelden die zich opdringen of laten zien. Precies. Gebeurt dat daar in Nederland? Ja, en het toeval, het enige wat ik deed, dat was de weg afreizen, rijden naar een winkeltje, een postkantoor wat er was, waar ze alleen maar aardappelen en melk en de Irish Times verkochten. En die Irish Times die nam ik elke dag door, probeerde te lezen. Maar op een zeker moment kwam daar een foto in mijn zicht van een etalage met communiejurken. Okay. En ik tekende wel vrouwentorso's zo in die fase. En toen dacht ik van, hey, zo'n jurkmotief, dat is misschien wel iets om over zo'n torso te leggen. Dus daar kwam in die tekeningen, kwam dat beeld van die communiejurken steeds prominenter eigenlijk naar voren. Ja, dat was een fantastische ontdekking. Gewoon door een foto in de krant. En dat heb ik jaren eigenlijk uitgemolken, dat thema. Waarom is dat zo'n goed thema? Is dat lekker om te tekenen? Of? Het is hartstikke lekker om te tekenen. Omdat je het heel kwetsbaar kan tekenen. Hè? Met een potloodlijm en een houtskoollijm. Maar ook vooral toen deed ik dat met aquarel. Dus de lagen over elkaar, heel transparant. Mm-hmm. En ontdekte dat natuurlijk wel. Want als je dingen in de jurk tekent of onder de huid, werkelijk de huid van de stof die je dan bijna tekent, laat zien, handen, voeten, een lichaam, dan komt er een betekenis in het werk natuurlijk die ik soms helemaal niet van tevoren wist. Onschuld, vrouwelijkheid, noem zomaar een aantal thema's op. Ja. En dat beviel me zeer. Dus ook dat kwetsbare vooral van het mooie was, ik had ook tentoonstelling uiteindelijk in Ierland. En deed dan de daar beroemde gallery talk. Met een groep mensen loop je dan langs het werk. En toen in de nabespreking was er een mevrouw die zei van, ik wil toch wel wat opmerken. Ik kreeg de uitnodiging van het museum.
En dacht dat u een vrouw was. En ik zei, nou, dank voor het compliment. Misschien ben ik wel naar de vrouwen in mezelf op zoek, weet ik veel. Maar zo is een beeld van een jurk dus bijna bepalend voor het geslacht van de maker of zo. Hè, wat natuurlijk onzin is. Ja. Of staat dat in een tekenstijl? Of heb je er een vinger op kunnen leggen wat ze bedoelde? Nee, ze had echt het idee van, nou, een man tekent geen jurken. Oh, daar kwam het tekort op neer. Oké. En dan heb je dus zo'n haas of zo'n communejurk. En zoals ik in de inleiding al zei, komen er altijd abstractere elementen ook bij. Als soort van tegenwicht misschien wel. Waarom die twee? Nou, want als je een haas goed tekent, of een hand, of een lichaam, of inderdaad zo'n jurk. Dan is dat soms te esthetisch, te mooi, te netjes, te veel, te gelikt misschien wel en te veel gericht op schoonheid. Dus dan moet het verstoord. En ik ontdekte dat door middel van rasters, van vegen, van allerlei dingen die je natuurlijk in de abstracte hoek zou kunnen vinden, dat voor mij veel beter werkte. Dus dat het eigenlijk altijd botst, waardoor je beter kijkt. Want ik vertelde net over die gallery talk. Er was in diezelfde afterparty een mevrouw die tegen mij zei van, wilt u eens meelopen naar die tekening? U hebt nu zo'n mooie hoofd getekend. Maar waarom verstoort u dat met een aantal krassen erin? Toen zei ik, hoe lang hebt u naar die tekening gekeken? Nou, zij zegt, ik heb er wel 10 minuten voor gestaan. Ik zei, dat is dus wat er gebeurt als je iets interessanter maakt en boeiender maakt. Als ik dat niet had gedaan, was u na 10 seconden weggelopen. Fuck you, zegt ze zo heel plat. ik vond het wel, dat is niet de reactie waar je per se op uit bent, maar wel toch relevant. Ja, natuurlijk. Het raakt en ze heeft iets ontdekt. Ja. En is dat inderdaad ook wat je hoopt? Wat hoop je als mensen voor jouw tekeningen staan? Want inderdaad, je noemde al, die schoonheid is belangrijk. Het moet botsen, dus zodat het niet een zoet plaatje wordt wat je meteen weer vergeet. Stel ik me zo voor. Ja, dat is lastig te zeggen. En dat heeft te maken met het idee dat ik natuurlijk niet van tevoren een plan heb. Ja. Er zijn kunstenaars die hebben gewoon een plan. Ik heb altijd gedacht, Marcel van Eeden, geweldig idee. Die tekent alleen maar dingen van voor zijn geboorte, hè? Nou, dat is hartstikke helder. Dat betekent dus dat je door tijdschriften bladert, dingen ziet en dan hop aan het werk. Mm. Bij mij is er geen fundamenteel thema wat zich in al die jaren zo door het werk openbaart. Nee. Dat is wisselend. Ik vind wel vaak dat je aan een serie tekeningen soms kan zeggen van, nou, in elk geval kan ik een fascinatie zien voor dingen. Onlangs ontdekte ik de cactus. Nou, is er iets lulliger dan de cactus bijvoorbeeld. En dan denk ik toch, van daar ga ik eens een poosje mee aan het stoeien. Ja, en dan blijkt er eigenlijk heel veel mogelijkheden in een domme cactus te zitten. En dan is het puur vorm waar het in dat geval om gaat. Maar dat volstaat dan weer niet. Dus dan komt er van allerlei gerommel omheen. Collage, aquarel, houtskool. Zodat het toch weer op een bepaalde manier op een ander niveau wordt getild. En dat andere niveau, dat is dus boven vorm uitverheven. Ja. Hoe zou je dat omschrijven? Gaat het dan om communiceert het gevoelens of ideeën? Of? Dat hoop ik wel. Hmm. Maar in de eerste instantie blijft het, als dat ding onder mijn neus gebeurt, die tekening, dat ik toch denk van, ik heb iets nieuws. En wat dat nieuwe is, dat is toch weer gerelateerd aan dat begrip oorspronkelijkheid. Ja. Zo van, het lukt meestal wel om veel te maken ook. Dus ik hop van het ene beeld ook dikwijls letterlijk in een dag naar een ander beeld. Waardoor ik ook dingen in vergelijkende zin met elkaar kan presenteren. Zeg maar. Als je soms naar een serie tekeningen kijkt, dan zie je ook gewoon een bepaald beeld letterlijk herhaald. Maar de context verander ik dan weer. Het beeld eromheen verander ik weer. Of de techniek. Ik heb ook een gesprek met Klaas Schubbels gehad, een uur. En die zei ook van, ja, ik wil juist het meest lullige object, zoals een koffiekopje hebben of een theepot, om voorbij dat object te kunnen komen en te hebben over schilderkunst in zijn geval. Ja. Is dat voor jou ook zo? Of zit het niet alleen maar in het ambacht, zeg maar, en daarover communiceren? Nou, noem je net een kunstenaar waarvan ik denk, maar goed, dat maakt niet uit. Ik ken hem wel van vroeger. Ik heb in Arnhem gewoond en ook wel eens met hem geëxposeerd. Maar altijd me afgevraagd, hoe hou je het je leven lang vol om koffiepotten te schilderen? Maar
Hij zei ook ooit een keer iets interessants in een interview. Dat hij zei, de meeste schilders die schilderen te veel en kijken te weinig. En dat kan je bij zijn werk wel voorstellen. Hè? Die potten zijn enorm simpel. Ja. En inderdaad, het zijn wezens soms. En ze zijn zeer gevarieerd. Anders was ik nog steeds in die communiejurken blijven hangen natuurlijk. Als dat mijn attitude was geweest om op die manier iets te ontwikkelen. Maar ja, zo zit ik niet in elkaar. Daarvoor ben ik te wispelturig. En je zei net, er zit niet per se een grote rode draad door mijn werk. Nee. Maar je ziet wel vaak dieren. Ja. Dus de wolf, de ree, de haas. Ja, dat is iets van... Wat hebben die te zeggen? Pak hem. Nou, ik woon op platteland. Toen ik daar pas woonde, een hele batterij aan dieren gehad ook, tot een paar toe. Altijd om me heen gekeken in het landschap en dingen gespot. Dus de zwaan, de ree uiteraard, want ik woon vlakbij een bos, maar ook de hazen. En de gedachten die drukken eigenlijk van alles uit waar ik geen grip op heb. Want wij zijn anders als mens. Maar tegelijkertijd zie ik in bijvoorbeeld hoe hazen bewegen in het landschap en vechten. Bijna een choreografie van het Nationaal Ballet. Als je daar oog voor hebt. Hè? Ja, precies. De vorm van die drie dieren die ik noemde, die vind ik bijzonder mooi. En bij de zwaan zelfs poëtisch. En eigenlijk is het dat. Want bij zwanen kan je al heel snel denken van dat we komen allerlei mythologische dingen om de hoek kijken. Nou, in de kern interesseert me dat eigenlijk helemaal niet. Als dat uiteindelijk door iemand zo gezien wordt, is dat prima. Maar in die zin heb ik geen bedoeling vooraf. Die bedoeling ligt toch in dat zoeken naar dat oorspronkelijke en uiteindelijk uitkomen bij iets wat mooi is. Ja, je zou het ook kunnen lezen als de natuurlijke vorm versus... De harde lijn, het raster, misschien de creatie. Dus natuur versus... Nou, dat is precies, creëren. Dat klopt. Dus het is het natuurlijke versus het mathematische soms. Hè, door die rasters en structuren. Dat vond ik wel belangrijk. En dat komt steeds wel terug. Dat is niet iets wat... Want er zijn ook veel tekeningen waarbij ik wel iets van het landschap pak. Bomen bijvoorbeeld, die heel boeiend kunnen zijn. En nu dus die cactussen en ook orchideeën die om de hoek komen kijken. Dus dat is wel iets wat op dit moment nog lang niet uitgekristalliseerd. Want ik ben er absoluut nog niet tevreden over. Ja. Maar wat zich wel langzamerhand aandient. Het mooie is, want er zijn, dat kun je op de beelden wel zien, de laatste jaren nog wel wat installatievere dingen gekomen. Want als ik denk aan die dieren, dan zit ik gewoon, die tekeningen maak ik aan een tafel. En die tekeningen zijn niet zo groot, 43 bij 51. Maar soms is me dat ook te braaf en te weinig boeiend. Dus dan moet het anders. En dan loopt het soms nogal uit de hand. Dan ontstaan er wandtekeningen. De laatste is nu in de kade in Amersfoort te zien. Ja. En daar is het helemaal komisch, want daar heb ik het diapositief eigenlijk moeten doen. Want ik heb daar een tekening gemaakt op schoolbordenverf met wit krijt. Dus dat is precies het omgekeerde van hoe ik normaal werk. Ja, en dan heb ik ook, ik schets wel wat, maar ik heb eigenlijk geen flauw idee als je 4 bij 6 meter iets moet maken. Wat heeft een schets dan voor zin? Het meeste gebeurt toch zittend of staand op de steiger. Ja. En maar kijken wat er in je loskomt. Zo. Dat, anders zou ik het ook niet aangenaam vinden om te doen. Dus die controle is niet 0,0, maar is minimaal. En maar zoeken. Wat is de mooiste vondst die door toeval op jouw pad is gekomen? Op jouw papier is gekomen, beter gezegd. Nou, dat is soms gewoon een zwarte stip. Je hebt geen notie van wat je daarmee kan doen. Je kan hem laten zoals hij is. Maar je kunt er rasters mee maken. Je kunt er een soort mathematische stelsels zelf mee maken. Die verwant aan melkwegstelsels of zo. Sterrenstelsels zijn. Je kunt hem deels uitvegen. Waardoor er in de tekening ineens een heel ander soort dynamiek komt. Dus zo simpel kan het zijn. De zwarte stip is de meest ondergewaardeerde vorm van tekenen. Ja. Gewoon moet je eens even kijken of er bij jou zwarte stippen zijn. Pak de microfoon erbij. Nee, er zijn zeker nog geen zwarte stippen. Maar wat staat er wel allemaal dus, op papier? Nog helemaal beginnend. Ik ben eigenlijk maar begonnen waar jullie het in het begin over hadden. Of waar Arno het in het begin over had. Over die spontaniteit.
En het gewoon het naïeve, het zoekende gedurende het tekenen. En vooral in het beginnen van een chaos en daar dan maar bepaalde structuren of figuratieve beelden in zien te vinden. En kun je eens omschrijven wat er dan op het papier staat nu? Ik ben echt maar begonnen met een hoofd wat anatomisch totaal niet klopt. En vandaar het lijnen gaan zetten. En ik heb totaal geen idee wat eruit komt. Maar dat is ook wel het leuke van tekenen. Is het zoeken naar beelden, naar figuratieve beelden of juist gewoon het abstract. Het gewoon het tekenen zelf. En van daaruit dat je zelf kunt verrassen van wat er ontstaat. En inderdaad, wat ik altijd hoop, of dat er een bepaald oorspronkelijk beeld uit voorkomt, waar Arno het over had, dat ja, toch wel heel mooi is. Als dat ooit ja, ontstaat, zeg maar, gedurende het werken. Ja, precies. En dat hoofd waar je mee bent begonnen, dat splijt soort van open, lijkt het, hè? Nou, het staat er iets voor? Dat kan ik vanaf hier niet zo goed zien. Ja, er staat nu een boom voor, een kale boom. Ja, wat ik al zei, ik ben heel spontaan begonnen en ik had eigenlijk geen idee wat ik... Ik ben nog steeds niet wat ik aan het doen ben. Nee, heel goed. En het dwarrelen er dan af en toe zinnen binnen van het gesprek? Hoe ja, ja, ik luister wel aandachtig terwijl ik aan het tekenen ben. Dus multitasken ten top, zeg maar. Ja, dat lijkt me nou zo prettig van tekenen, dat je ook nog wel iets ernaast kan doen, ja, denk precies. Ik. Ja, dat is ook het fijne van eigenlijk... Bijvoorbeeld wat ik heel vaak doe als ik aan de telefoon zit, gewoon tegelijkertijd schetsen in een kladblokje, zeg maar. En daar komen dan allemaal weer structuren of vormen uit. En zonder dat je erbij nadenkt of zo, die je dan later weer kunt gebruiken. Maar dat is nu niet het geval. Ik blijf zo aandachtig. Het is iets, ik kijk tegelijkertijd ook wat ik aan het doen ben. Heel goed, heel goed. Nou, grote tip van Arno, gebruik een zwarte stip. Dus, ermee verder. Je hebt nog 20 minuten, dan gaan we daar kijken hoe het ermee staat. Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met Arno Kramer. Hij is tekenaar in hart en nieren en misschien wel Nederlands grootste promotor van de tekenkunst ook. Want in 1999 organiseerde hij een grote tentoonstelling, Into Drawing. Hoe zag het landschap voor tekenkunst eruit toen? Waarom was dat zo hard nodig? Heel beroerd. Ja? Ja, het klinkt geweldig arrogant als je dan denkt van jij weet het beter of je kunt iets beter. Maar er was een enorme lacune, vond ik. Met name bij de grotere musea. Hè. Er zijn, als je zo terugkijkt in die jaren, eigenlijk heel weinig grote overzichten van tekenkunst geweest. Zelfs helemaal niet. En dan denk je van ja, wat kan je daar als bescheiden kunstenaar aan doen? Nou, niet veel. Behalve als je... ik zeg wel eens, ik heb wel eens last van een idee. Ik had toen last van het idee dat er een, ja, misschien toch een substantieel overzicht van de Nederlandse tekenkunsten moest komen. En dat klinkt geweldig pedant, want ja, ik ben geen kunsthistoricus. Ik ben een simpele kunstenaar die zelf werkte. Maar nou ja, wat ik in het voorgesprek al tegen jou zei, een van de dingen die ik wist was dat ik niet zelf in die tentoonstelling zou zitten. Dus ik selecteerde op eigen houtje 22 Nederlandse kunstenaars. Mm-hmm. En tot mijn stomme verbazing waren er 5 instituten in Europa. Van Parijs tot Duitsland tot Ierland die geïnteresseerd waren in die tentoonstelling. Ik heb daar geen cent subsidie voor gehad voor die tentoonstelling. Integendeel, dat heeft me geld gekost. Mijn enige deal met de musea was dat ze 100 boeken afnamen, waardoor ik een substantieel boek wat daarbij kwam in de markt kon zetten. Ja. Ja, en dus ik ben daar 2-3 jaar mee bezig geweest om die tentoonstelling dan overal ook zelf op te hangen. En dat is wel het beginpunt geweest van, hoop ik, ook op allerlei vlakken iets wat we voor het hedendaagse tekenen iets heeft losgemaakt. Want hoe staat het er nu mee? We zitten inmiddels bijna 20 jaar verder alweer. Ja, ik denk, ik hoop natuurlijk ook dat het wat beter is. Ja. Er zijn de afgelopen tijd een aantal substantiële tekeningen tentoonstelling geweest. Ook in musea. Komt er nu een aan in het Centraal Museum in Utrecht. Galeries hebben daar veel meer aandacht voor. Sterker nog, er is zelfs nu plan om een Art on Paper in september in de Westergasfabriek te gaan presenteren. Een beurs? Een beurs, als opvolger van de Amsterdam Drawing. Dus er is wel beweging. En mede natuurlijk door het Drawing Center in Diepenheim wat jij hebt opgericht. Dat zal ook ja, niet, dat moeten zal anderen ook, dan maar zeggen. Maar het bestaat al 8 of 9 jaar. Ja. En men kent het. Ook al is men er soms niet geweest. Maar in ieder geval heeft dat wel iets op gang gebracht. Dat denk ik wel. En dat hoop ik ook natuurlijk. Inmiddels doe ik dat niet meer. Hè? Daar zit een andere curator op nu. Ja, ja. Kunnen wij eens wat vooroordelen over de tekenkunst uit de weg helpen? Want als dat zo'n ondergeschoven kindje is geweest, laten we dat imago eens proberen recht aan te doen. Nou, laten we eens beginnen met het op de academies wat beter te positioneren. Ik hoor
te vaak dat in het curriculum van de eerstejaarsstudenten het tekenen steeds minder belangrijk wordt. Soms maar een half jaar wordt beoefend. Ja, dan leer je niet echt superveel natuurlijk. Mm. Er is nog steeds geen enkele... Ik zit nu op mijn stokpaardje hoor, dus je moet me remmen als... Ik ga je zo afremmen, maar maak de zin af. Er is geen enkele academie waar je in tekenen kunt afstuderen als officiële afdeling. Gelukkig zijn er zulke eigenwijze studenten die zeggen van... maar wacht even, ik wil tekenen en ik doe niks anders, dus ik studeer gewoon af. Zoals dat ook op mijn eigen academie in Enschede gebeurde. Maar de musea laten het er natuurlijk bij zitten, want de prentenkabinetten zijn in de meeste gevallen afgeschaft. De specialisten, de tekeningenconservatoren, bestaan nog nauwelijks. Terwijl die er vroeger allemaal waren. En dat is dus wel, dat is wel een lacune op dit moment. Dus in die zin valt er nog wel heel wat te verbeteren. Oké, en dat is als het ware bijna organisatorisch, zou je kunnen zeggen. Maar hoe is het bij het imago van het publiek bijvoorbeeld? Is het ook bijvoorbeeld dat mensen denken... ja, ik heb ook getekend. Toen ik een kleuter was, heb ik ook getekend. Dus neemt ze het niet serieus genoeg? Is dat het? Nee, ik denk dat er wat daar zeker een verandering is. Dat zie je ook wel aan galeries gelukkig... die absoluut nog wel aandacht hebben voor tekenkunst van nu. Jonge kunstenaars die... Romy is een voorbeeld, maar er zijn gelukkig nog legio jonge kunstenaars... die zeggen, ik wil gewoon tekenen. En wat heel mooi is, is dat zij zich daar niet alleen maar toe beperken, maar ook dingen laten uitdijen tot installatievere werken vaak. Maar de tekening nog steeds als basis dan hebben voor wat er dan uiteindelijk uitkomt. Ja. En is het inderdaad jouw inschatting dat het gaat om het oog te makkelijk of het oog te eenvoudig? Nee, ik denk dat er ook, als je ziet vaak al mensen die serieus overwegen om kunst te gaan verzamelen, hedendaagse kunst, dat ze vaak beginnen bij tekeningen. Omdat die het meest pure kunnen zijn. Daar zit al avontuur en ze zijn betaalbaar vaak nog. En dan ontwikkelt zich wel een bepaalde visie op wat beeldende kunst verder kan zijn. Dus daar gebeurt wel wat, vind ik. En dat is ook nog misschien een soort van stereotyp beeld van de tekening. Hè? Dat de rechtstreekse connectie is met de gedachten, de emoties van de tekenaar. Ja. Klopt dat of is dat een clichébeeld waar we ook misschien een beetje vanaf moeten? Nou, dat mag best een clichébeeld zijn. Dus het verder niet zo erg, vind ik. Clichés hebben nogal eens de neiging om ook waarheden te bevatten. Ja, dus nee. Maar meer dan bij een schilderij bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ja. De waardering is ook anders. Hè. Dat zie je in de prijs, dat zie je in tentoonstellingen. Een schilderij is nog echter... dan een tekening natuurlijk. Maar goed... Hoe bedoel je nog echter? Nou, men koopt misschien uiteindelijk liever een schilderij... dan dat men een serie tekeningen koopt. Dat schilderij is kunst met een grote K. Ja. Tekening is ook kwetsbaarder natuurlijk. Hè. Dat is een ander aspect. Maar is het ook echt zo dat daar meer gevoel, meer emotie... van de tekenaar in zit dan een schilder in zijn schilderij legt, denk je? Ik denk het wel. De materie schilderen is natuurlijk weerbarstiger. Hè? Je kan met een potloodlijn, of je er nou van houdt of niet, maar je kunt daar iets mee suggereren wat heel elementair is. Als je die redelijk primitieve tekeningen van Armando of zo zag, alsof hij een spoor in het papier trekt met een simpel potlood. Ja, dat kan je met een schilderij met verf nooit bereiken. Dus het heeft ook heel erg te maken met hoe jij je als kunstenaar happy voelt bij die discipline. Dus als jij aan het tekenen bent, dan is dat ook zo. Dan vertaal je emoties of gevoelens, vertaal je daarin. Neem ik aan. Ik zit niet hemeloogjuichend te tekenen zo van jeetje. Zit niet te huilen boven het papier. Nee, nu gebeurt er weer wat. Want daarvoor is het ook gewoon werk. Hè? Het is ook een vak. Yes. Ja. Maar misschien omdat het zo kwetsbaar is, lezen mensen het erin. En het staat er natuurlijk ook meteen. Nee, dat is ook absoluut ook zo. Ja, dat directe spreekt heel veel mensen gelukkig aan. En het mooie is, want we generaliseren nu eigenlijk al. Hmm. Als je kijkt naar bepaalde tekeningen van mensen als Hans de Wit of wat ook maar. Die Erik Odijk, noem ze maar op, Robbie Cornelissen. Die echt maanden aan één werk op papier bezig zijn. Ja, dat is wel wat hoor.
Dat doe je niet zomaar. Dus dat kun je ook alleen maar, die concentratie kun je alleen maar opbrengen als je 100% overtuigd bent van dat het zo moet gebeuren. Hè? Ja. En er kan natuurlijk in een tekening net zoveel planmatigheid zitten als het maken van een schilderij. Ja. Ja. Maakt het niet een soort van. Nee, dat klopt. Frivol ambacht. Het gaat in de tekening denk ik nooit om materie. Terwijl in schilderij gaat het altijd om materie, verf, penseel, doek. Dat is ook wel een groot verschil. Ja. Het grappige is, toen wij, want ik heb nog een tentoonstelling gemaakt, hè, zoals je weet, All About Drawing. Samen met Diane Wind in Schiedam toen. Dat inventariserend zo, van wat is er nou eigenlijk aan de hand? We ontdekten dat er, voor mijn gevoel, heel weinig schilders zijn die ook geweldige tekenaars zijn. Ik had, zeg ik het heel zwart-wit, het idee dat je, als je bij beeldhouwers kijkt, dat die bijvoorbeeld vaak veel interessantere tekenaars zijn dan schilders. En naar mijn idee heeft dat te maken met het feit dat de beeldhouwer, die moet nog weer iets op dat platte vlak veroveren. Mm. Terwijl de schilder dat station al lang is gepasseerd, want hij werkte altijd al in het platte vlak. Hè? Ja, precies. Dus, nou ja. Nou, je zou kunnen zeggen, als je een beeld maakt of boetseert of ergens uithakt, dan ben je ook met de silhouet bezig. Ja. En een tekening is vaak ook silhouet. Of kan, in ieder geval. Ja. Ja, kan natuurlijk. Ja. Hoeft niet altijd. Jij bent ook bezig met woorden. Ja. Je schrijft gedichten zelf. Ja. Gebruik je die taal ook, want die zit ook in je tekeningen. Gebruik je die alleen als drager van betekenis, wat taal is, of ook als beeld? Ja, vooral als drager van beeld. Want als drager van beeld, ja, kijk. De zinnen zijn soms leesbaar, soms niet. Mm-hmm. Maar ik vind het fijn om. Het is eigenlijk als een soort ondergrond van een soort ruis in de tekening die ik nodig heb. En het moet niet te prominent zijn. De beelden die uiteindelijk groeien, of dat nou een dier is of abstractie, zijn ook nooit illustraties van zo'n zin. Maar ik heb het wel af en toe nodig. En ja, tekenen heeft voor mij ook iets van een poëtische bezigheid. Hè? Het is heel, heel direct, heel persoonlijk, heel elementair. En soms komen er in de gedichten ook wel dingen voor die ik waarneem. En die ik vertaal in taal of in een beeld. Zal ik er één lezen? Graag. Ik had. Daar kom ik weer. Ik heb een tijdje in, zoals ik je zei, in Ierland gewerkt. En, ja, Ierland, nummer 2. Ja, heel goed. Gezeten op een merkwaardig eilandje, Inish Oar. Een van de Aran Islands. En zat daar in een atelier een aantal weken. En dat eilandje, dat was eigenlijk al een tekening. Want ik heb nog nooit zoveel van die stenen muurtjes als een soort labyrint op dat eiland gezien. Wandelde daar niet al te veel, want het regende geloof ik 2 weken lang. Maar daar kwam de volgende tekst uit, dat heet Inish Oar. Het licht zong zich de dag in en leek over het eiland te vloeien. Alles zou langzaam overal zijn. En ik werd opgetild uit de tijd en dacht, ik breng die tijd wel in een vlucht, in een proportie tot leven. In een lijn of in een vlak, in elk geval in een beeld. Breng haar terug naar waar zij beklijft. Verwerk haar, laat haar bewegen en ontsporen. En ervaar nog eens dat schoonheid overal in verankerd kan liggen. Dat het uiteindelijke beeld gecontroleerd, eenzaam aan de randen van het bestaan zal verblijven. Dat was even het idee. Maar soms werd het wel benoembaar, voor mij. Dan was het in de naam. Jij bent in je naam. Jij bent iets. Jij bent je naam. En omdat het spreken nu eenmaal dikwijls niet meer dan spreken is, buig ik liever mijn stilte naar jouw naam. Mooi. En ook heel direct gerelateerd aan tekenen. Ja, dat was het idee. En dat is niet in elk gedicht zo. Mm-hmm. Maar het heeft natuurlijk met dat kijken te maken naar dingen die soms op een idee helpen. En in dit geval ook het eenzame op dat eiland niet hebben van diepzinnige gesprekken bijvoorbeeld. Of wat ook maar. Ja, dat maakt dan dat er ineens zo'n tekst uit kan rollen. En zou je zeggen dat als je alleen op zo'n eiland rondloopt, dat hetzelfde zou kunnen zijn als die eerste potloodtekeningen op dat hele lege vel?
zeg maar dat het kader is waarbinnen er iets gebeurt? Of het nou op dat vel is of bij jou? Nee, joh, totaal niet. Ik zal je sterker vertellen, ik heb een bloedhekel aan wandelen. Ja. Dus ik wandel meer in mijn hoofd dan dat ik letterlijk in de wereld wandel. Okay. En lees liever boeken thuis dan dat ik op avontuur ga om maar in de natuur of wat ook dingen mee te maken. Dat is wel een merkwaardige paradox ook. Hè? Dat als je dingen uit de natuur, dieren, bomen, in je werk haalt, dat je dat eigenlijk vooral van gefotografeerd door mezelf meestal, gefotografeerde afbeeldingen dan in je werk stopt. Ja. En hoe kwalificeer je dat? Wat er dan op dat vel gebeurt? Is dat een verwerken van de buitenwereld? Ja, dat wel. En toch weer zoeken naar gevoeligheden, naar sensitiviteit, hè, in dat tekenwerk. Waarom kies ik de ene keer voor potlood en de andere keer voor houtskool? Merkwaardigerwijs, wie tekent er niet met potlood? Maar het heeft mij onnoemelijk veel moeite gekost om tot een tekening te komen waarvan ik eindelijk kon zeggen van nou, dit is 100% potlood. Ik was veel te veel gecharmeerd van de houtskoollijn, de aquarel. Dus het kostte me erg veel moeite om dat potlood eigenlijk te ontdekken. Wat natuurlijk vreemd is als je 73 bent. Hè? Ja, maar geen schande toch? Bedoel, Nee. En kijk, want ik had het over oorspronkelijkheid. Maar ik zie natuurlijk enorm veel oorspronkelijkheid ook bij collega kunstenaars. Daar zie ik zoveel kwaliteiten. Dat ik soms denk van verrek, waarom kan ik dat niet? Of waarom lukt dat mij niet? En daar kan je dus heel veel van opsteken als je je daarin verdiept. En af en toe eens dingen probeert. Ja, maar wat je zou ook kunnen zeggen, de mooiste dingen vind je inderdaad buiten. Dus waarom niet 7 dagen per week lekker buiten lopen, dingen observeren? Waarom moet het nog verwerkt worden tot werk op papier? Ja, dan moet je natuurvorser worden en verder niet beeldend kunstenaar willen zijn of zo. Dat is ook prima. Ja, maar waarom heb jij de keuze gemaakt voor die kunst? Waarom is dat zo waar? Ja, dat is dan toch misschien dat beetje talent en altijd die belangstelling gehad om zelf iets te maken. Te creëren. Dat is eigenlijk de kern. En heb jij dan nog romantische ideeën bij ze van dat werk overleeft mij straks? Ik laat nog iets achter? Of is dat helemaal niet? Ik heb ongelooflijk romantische ideeën, maar uitgerekend daarover eigenlijk niet zo. Nee. Okay. Nee, ik vind, er zit aan het vak, als ik op zo'n eiland zit of in zo'n atelier boven de Atlantische Oceaan, dat is al pure romantiek voor mij. Dat ik daar kan zijn, rond kan lopen, kan lezen, iets kan schrijven, iets kan tekenen. Ja. Dat is wel voldoende. Maar nee, ik mag helemaal niet klagen hoor, want er zit werk in allerlei collecties. Maar ik bracht vorige week nog een aantal tekeningen naar het Rijksmuseum Amsterdam, wat in de collectie komt. Of die in de collectie komen. Maar of ze ooit uit het depot komen, daar heb ik absoluut geen idee van. Dat weet je niet. Nee. Maar toch een fijn idee dat het daar ligt. Lijkt me een prettige gedachte. Ja, dat is ook zo, ja. Naast de Rembrandts en de... Ja. Nee, dat was... Het Tijlers Museum heeft gelukkig nog meer van mij. En de eerste keer dat men iets aankocht, dacht ik van... Zo de mythe, straks lig ik naast Michelangelo of zo, weet je wel. Al is het dan in een doos, maar goed, ja, ja. Dat vond ik wel een geweldig idee. Ja. Wat goed, ja. Het klinkt een beetje als een liedje van Leonard Cohen. Die heeft de Tower of Song heeft hij beschreven. Hè? Dat hij na zijn dood in een soort van immens flatgebouw komt met liedjeschrijvers. En Hank Williams zit ergens helemaal bovenin. Helemaal bovenin. En hij mag in het souterrain, mag hij zitten. Zo ja. Stel je het je ook een beetje voor. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, wat goed. Waar werk je nu aan op dit moment? Zijn het de cactussen? Ja, een paar. En ik ben echt aan het zoeken. Ik hoef ook even niet zoveel qua tentoonstellingen. Dus dat, maar aan de andere kant is er een enorme wens om heel snel weer eens in Ierland op die eenzame plek aan de slag te gaan. Waardoor er tot nu toe eigenlijk altijd wel iets weer naar boven komt. Ja. Waarom gebeurt dat daar meer dan hier in Nederland eigenlijk? Hebben we niet genoeg ongerepte natuur? Nou, het is de stilte, het is de rust, er is niks. Geen tv, als ik op die plekken waar ik zit, je wordt nergens door afgeleid. Het enige wat ik kan doen is tekenen en lezen. En op de een of andere manier, dat klinkt pathetisch, maar is het zo dat ik me automatisch openstel voor alles wat maar al dan niet sensitief binnenkomt, zal ik maar zeggen. Mij ook...
niks aantrek van het feit of een tekening wil lukken of niet, maar gewoon werk. Mm. En pas na een tijdje denk van nou ga ik ze eens kritisch bekijken. En dan ontdek ik vaak wel nieuwe elementen die erin komen, waar ik tevreden over ben. En die ik dan overigens thuis wel weer verder ontwikkel meestal. Ja. En wat zijn dan bijvoorbeeld andere dingen dan bijvoorbeeld de natuurlijke elementen die in zo'n tekening sluipen? Ja, dat klinkt bijna esoterisch, maar dat zijn toch een raar soort vibraties of zo van die rust die overgaat naar taal, naar beeld. Dat klinkt hartstikke pathetisch en zweverig. Ah, ja, ja. Zo werkt het wel. Ja. Maar daar moet je wel voor openstellen toch, denk ik. En kun je daar eens een voorbeeld van geven? Nou ja, de eerste keer dat ik werd gevraagd om mee te doen aan de tentoonstelling in Ierland over het Ierse landschap, schrok ik met de tering. Want dat was drie jaar nadat ik daar voor het eerst was geweest. En die maand dat ik daar voor het eerst zat, was ik zo overweldigd door het landschap dat geen enkele rol speelde in het werk. Ik kon dat niet aan of zo. Okay. En pas na een aantal jaren dacht ik van ja, maar er is best iets mogelijk. Ik moet het misschien anders aanpakken. Dus ik heb heel veel gefotografeerd. Echt honderden foto's gemaakt van het landschap. En dan verwerkte ik het bijvoorbeeld voorzichtig in een achtergrond. Een beetje aquarel. En dan als je goed kijkt, dan zag je wel, daar heb je wat Ierse heuvels enzovoort. Maar dat kostte dus enorm veel moeite om dat toch toen geforceerd in dat werk te krijgen. En daarna werd het wel wat makkelijker. Dus ja, dat was het moment van die plek. Ja, dat is wat ik erover kan zeggen. Ja, precies. Ja, dus dat zijn van die hele abstracte gevoelens die nog ergens verwerkt moeten worden en vertaald moeten worden voordat ze op papier kunnen komen. Ja, ja. We gaan eens even kijken wat Romy nog op papier heeft gekregen en of daar nog een zwarte stip te vinden is. Toevallig ben ik wel begonnen met een zwarte stip. Ja, gelukkig. Maar wat eruit komt. Toevallig lijkt er een persoon in te zweven die als een soort voet is. Ik ben heel erg geïnspireerd ook door Arno's gedichten. En ik vind ook dat taal en teken heel dicht bij elkaar liggen. En vaak door het lezen van teksten of al het horen van bepaalde woorden komen er bepaalde beelden in je op. Of ze nou zo bedoeld zijn door de schrijver of dat het gewoon vanuit jezelf ontstaat. En zo ook dus net. En eigenlijk het tekenen zelf is natuurlijk ook een eenzame sessie waarin je gebogen zit. En eigenlijk ook tijdens het tekenen naar iets of iemand kunt verlangen. En dat terwijl je tekent al gedurende probeer je dat een bepaalde plek te geven. Dus het is ook een emotie of een bepaald gevoel wat daardoor ontstaat. Mm-hmm. En dus zodoende ben ik verder gegaan. En ben jij je daar tijdens het tekenen al bewust van? Zo van dit gevoel heb ik nu en ik merk dat dit uit mijn potlood komt? Nee, je kan een bepaalde fase zitten of een bepaald gevoel hebben en van daaruit dus een tekening maken. Maar het kan ook gedurende het tekenen zelf ontstaan natuurlijk. Of door bijvoorbeeld een nummer wat je hoort of inderdaad een tekst wat je net gelezen hebt, wat ineens tijdens het tekenen in je opkomt terwijl je bezig bent. Dat is het mooie van tekenen, er ontstaan continu spontane dingen, vormen, structuren, et cetera. Ja, die buitenwereld die weeft zich in die tekening. Ja. Terwijl het gebeurt. En zie je dat dan na die tijd pas of merk je dat du moment, zeg maar? Het kan tijdens het tekenen zelf ontstaan en het kan ook gedurende, of later juist ontstaan natuurlijk. Ja. Als je er weer naartoe kijkt, waar je denkt van, oh ja, dat zo was dat inderdaad. Oké, en nog even die tweede tekening, want je bent op een nieuw vel begonnen. Ja, nee, ik ben eigenlijk dus wat ik zei, begonnen met zo'n stip. Ja. En van daaruit dus inderdaad ook met die tegenstellingen gaan werken, want het is juist het fijne van tekenen is dat je allerlei kanten op kunt. En wat ik al zei, niet precies weet wat er uitkomt. En het mooie is dat je bepaalde vormen of structuren tegen elkaar kunt zetten en van daaruit dat er iets ontstaat. Een bepaalde spanning of een betekenis of wat dan ook. Heel goed. En als je het wil zien, ga dan naar mrmotley.nl en dan zie je wat er uitgekomen is, wat die spanning was. Dankjewel, Romy. Fijn dat je het experiment weer met ons wilde aangaan, zoals eerder. En jij ook, dank Arno. Fijn dat je er was. Tot ziens. Dan gaan wij nu door met Voor de Kunst, onze partner, de website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week is dat Marjan van der Heijden. Ze heeft zich een wereld voorgesteld in een tijdperk na de mens en daar onder andere animaties bij gemaakt en ook een poster om dat te visualiseren. En Marjan, welkom. Hoe kom jij er nou bij om die wereld na de mens te verbeelden? Ik had eigenlijk het idee door een boek. En die heb ik toevallig ook bij me. Leven na de mens. Heet die ook, ja. Van Douglas Dixon.
En die was ik in februari eigenlijk toevallig tegengekomen bij de kringloop. En ik had eigenlijk nog geen één idee wat ik wilde doen voor mijn afstuderen. En toen zag ik dit boek liggen en toen dacht ik van... Ja, daar wil ik het wel over doen. Ik ben altijd veel bezig geweest met natuur en dieren. En deze kant had ik nooit eerder bekeken of onderzocht. Dus dat leek me wel interessant om verder te gaan. Ja. En hoe gaat die wereld eruit zien wat jou betreft? Wat stel je er zelf bij voor? Ja, ik zat zelf te denken aan vooral veel verwilderde natuur. En je ziet heel veel gebouwen en het menselijk erfgoed kun je terugvinden. Mm. Alleen dan zonder ons en hoe het vergaan is en dat het niet meer onderhouden wordt. Ja, en wat natuurlijk interessant is, is hoe gaat de natuur dan verder? Hoe gaan beesten zich ontwikkelen bijvoorbeeld? Ja. Daar heb je ook, daar ben je ook op doorgegaan. Ja, precies. Dat was voor mij ook het belangrijkste deel bij dit project. Om eigenlijk te kijken van hoe gaan de dieren verder? Kunnen dieren verder leven zonder ons? Wat ze eigenlijk vrij goed kunnen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar honden, die zijn... die zijn helemaal niet wild meer. Dus die moeten eigenlijk weer in de evolutie weer een stapje terug naar een wild dier worden. Zodat ze weer zichzelf kunnen onderhouden en verder kunnen gaan. Oké, dus zo ben je gaan denken. En op een gegeven moment is er een poster gekomen, geloof ik. Ja, klopt. Ja, het was eigenlijk eerst de bedoeling dat ik een animatiefilm zou gaan maken. Alleen ik liep een beetje vast op het verhaal en hoe ik dat eigenlijk wilde gaan visualiseren. En bij ons in het lokaal, bij de studie... Welke opleiding is het? Ja, het is Master of Animation aan het AKV St. Joost in Den Bosch. En in ons lokaal hebben wij heel veel augmented reality posters hangen. Dat zijn eigenlijk posters die je door middel van een app... die app die voegt dan weer iets toe, zoals een animatie bijvoorbeeld of meer informatie. Dan richt je je telefoon daarop en dan zie je op je telefoon iets gebeuren, iets bewegen. Ja, precies. Het is meestal wel eerst een app die je moet downloaden, zodat die de afbeelding kan herkennen. Ja. Dus eigenlijk was ik ook weer geïnspireerd door die posters, omdat ik dacht van ik hou heel veel van die oude biologische schoolplaten van vroeger. Mm-hmm. En eigenlijk de combinatie tussen het oud en nieuw van die schoolplaten en augmented reality, leek me juist wel leuk om daar een combinatie van te maken. En dus eigenlijk een poster te maken van ongeveer 100 tot 500 jaar na de mens. Mm-hmm. En in die poster zijn dan verschillende dieren te vinden zoals wij ze herkennen. En dan zodra je ze scant met je telefoon, dan verschijnt het dier op je telefoon met een kleine tijdlijn erbij. Uh-huh. En hoe meer dat die door de tijd gaat, hoe meer je het dier ziet veranderen. Dus ik zie een haas bijvoorbeeld. Ja. Hoe verandert de haas? Nou, ik zat zelf voornamelijk te denken van hoe gaat de omgeving veranderen zonder ons? Dus het gaat meer verwilderen, planten worden groter, dieren in het algemeen kunnen ook veel groter gaan worden. Dus ik heb zelf wel een konijn in mijn animatie zitten. Huh? Dus dat zou eventueel te vergelijken kunnen zijn met een haas. Vind ik goed. Goed genoeg. Ja. Ja, en daarbij had ik zelf meer verwacht in plaats van dat hij zich meer terug zou trekken. Zoals ze nu in het wild zouden doen in een holletje. Zouden zij juist meer dieren zijn die naar buiten komen. Ze zullen groter gaan worden. Zodat ze wat meer overzicht hebben over het landschap wat nou meer verwilderd is. Het gras is hoger, dus ze moeten fysiek groter worden. Ja, dat dacht ik wel. Dus wij houden de haas eigenlijk een beetje klein nu. Ja, wie weet. Door het gras zo goed te maaien. Ja. Oké, interessant. Ja, het is eigenlijk voornamelijk mijn eigen interpretatie ook geweest. Ik heb er natuurlijk ook wel veel over gelezen. Maar ik ben geen wetenschapper of bioloog. Dus wilde ik het eigenlijk op mijn eigen creatieve manier aan gaan pakken. En hoeveel jaar heeft een haas nodig in jouw toekomstvisie om een beetje boven kniehoogte te komen? Nou, dan hebben we het toch wel over een paar miljoen jaar. Hoor. Oh, shit. Ja, okay. Ja. Sowieso evolutie zit ontzettend veel tijd in. Daar gaan miljoenen jaren overheen. Eigenlijk de laatste tijd zie je bij sommige dieren dat de evolutie misschien juist weer heel snel gaat. Bijvoorbeeld net zoals vrouwelijke olifanten die zonder slagtanden geboren worden. En je hebt de koolmeesjes die over het algemeen langere snavels krijgen omdat ze gevoederd worden door de mens. Mm. En hun snavels zijn niet goed aangepast op die voedseldispensers. Dus worden ze daarop aangepast, zodat ze beter kunnen eten. Gaat dat zo snel in een paar generaties? Ja, dit is ongeveer een 25 jaar gebeurd. Sorry. Ja, en het schijnt dat nog steeds gaande is. Dus dat gemiddeld gezien de snavels nog steeds langer gaan worden. Wauw. Ja. Ah, dus dan kunnen we nog meer uitdagendere voerbakjes gaan maken. Ja, precies. Met soort van doolhofjes erin ja, of zo. Ja,
Ja, want dat vond ik juist wel het interessantste van hoe een omgeving gaat veranderen en ja, hoe een dier zich daarop kan gaan aanpassen. Ja. Want ja, daar heb ik bij de mens zelf het idee een beetje bij dat wij onze eigen evolutie een beetje tegenhouden. Omdat wij juist onze omgeving gaan veranderen, zodat het voor ons makkelijker is. In plaats van dat wij gaan veranderen op de omgeving. Dan hoef je niet meer te veranderen inderdaad, als alles aangepast kan worden. Wat hoop je dat de poster en de app, of in ieder geval de animaties daarbij, dat die veel effect hebben op te kijken? Ja, ik hoop eigenlijk dat mensen ook op een andere manier gaan kijken naar de toekomst. Want meestal als mensen het hebben over de toekomst, dan gaat het meestal over het vervoer of de manier hoe wij wonen. En de manier van leven, werken, al dat soort dingen. En ik vond dit juist wel een andere kant om ook eens te kijken buiten onszelf. En niet de mens in het middelpunt te plaatsen. Dat zijn we eigenlijk wel zo nodig. Ja, precies. Dan kun je je wel eens gaan afvragen. En is dat een reëel scenario, denk je? Gaat het ooit gebeuren? Ik heb het idee dat we het nog redelijk onder controle hebben als mens versus haas zijnde. Bijvoorbeeld, maar misschien is dat niet een goede vergelijking. Ik weet niet of wij het zo goed hebben eigenlijk. Vooral als je kijkt wat er op het moment gebeurt met insecten. Het begint toch allemaal heel erg te verminderen. Mm-hmm. En je merkt toch dat we insecten heel erg nodig hebben. Alleen wij zelf houden, we proberen er oplossingen voor te bedenken. Alleen ook door middel van de economie wordt het misschien ook wel weer tegengehouden. Ja. Door middel bijvoorbeeld van kunstgas en eigenlijk al dat soort dingen. Net als palmolie, dat tropische landschappen worden omgekapt. Mm-hmm. Al dat soort dingen, dat helpt niet mee. We kunnen wel een geheugensteuntje gebruiken. Ja, precies. Een beetje wat bescheidener zijn. Ja, je zamelt natuurlijk geld in hiervoor. Je wilt, waar gaat het geld naartoe? Het gaat voornamelijk naar het drukwerk. Omdat ik wil de posters eigenlijk ook op een laagdrempelige manier maken, zodat het uiteindelijk ook voor heel veel mensen toegankelijk is. En het zal ook verschijnen op verschillende locaties. En daarbij heb ik eigenlijk vooral Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Daar komt die te hangen. En bij het Reptielenhuis de Aarde in Breda en Natuurhistorisch Museum in Oudenbosch en nog een aantal natuurhistorische museums en dierenparken. Oh ja. En daar wordt het dan uiteindelijk tentoongesteld. Samen met die app en ook op een educatieve manier ingezet. Om op een andere manier over de toekomst na te denken en over de evolutie. En bijvoorbeeld ook kinderen te prikkelen om eens anders te gaan kijken. Ik vind het een heel mooi idee. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel Marjan. Fijn dat je er was. Ja, bedankt. En tot zover Kunst is Lang voor deze week. Ga dus naar Mr. Motti voor meer informatie over het werk van Arno. En dan zie je ook wat Romy hier live tekende. Die twee hele mooie tekeningen. Wij gaan een maandje op zomervakantie. Dus de komende 4 weken geen Kunst is Lang. Maar op 29 augustus zijn we weer terug. Fijne zomer en graag tot over een maand.